Aan de Van Bergenstraat in Nijmegen zijn maandagavond tientallen woningen ontruimd vanwege een gaslek. Het lek ontstond iets na zevenen bij de aanleg van een glasvezelnetwerk. Doordat er veel gas vrijkwam, werden bewoners van zo'n 30 woningen in veiligheid gebracht. Ze verbleven ten tijde van het lek in het Kronenburgerpark. Rond 8:30 was het lek gedicht en konden bewoners terugkeren naar huis.